Bart. Dag Bram. Dat is weer al een heel tijd geleden. Ja, lang geleden. Hoe is het? Goed, met jullie? Goed. goed. Je ziet er goed uit. Ja, jullie ook. Je verandert niet. Och, ja, laat ons zeggen dat daar misschien een beetje uh, misvattingen over kunnen bestaan. Allee, maar schatse, dank u wel voor het compliment. <laughs> Ik vind dat jij er nog heel goed uitziet. ziet. Merci, merci. Zeg, hoe staat het vandaag in uw leven? Hoe gaat het met Bart? Goed, uh... Ja, ik ben eigenlijk zo'n beetje wel een saaie mus geworden. Allee, saai in de betekenis van na MGB heb ik zo'n beetje uh, het limelight opgezocht. Um, maar goed, voor de rest, ja, uh, geen spectaculaire dingen, gewoon werken, vrienden. Maar uiteraard nog met een heel warm hart voor uh, Mr. G. Belgium. Dus ik, be ik bekijk het zeker uh, op afstand. Ja, absoluut. Ik ben blij dat je er Dr bent. 2000. Ja. 18 was het jaar dat je Mr. K. Belgium werd. Klopt. Je staat daar dan in dat bomvol theater theater week ja. En je hoort dat uw naam. Wat gaat er dan zo die eerste momenten doorheen? Ja, ik blijf dat ook um, tot op de dag van vandaag vertellen, als mensen uh, mij daarover aanspreken, van kijk, wat doet dat eigenlijk met een mens? Weet je, je zit eigenlijk zodanig in de rush van die finale, waar dat de weken naartoe leeft. Je doet die choreo's, je doet die dansen, je maakt promo voor je campagne. En uiteindelijk, ja, die finale is echt zo'n beetje de kers op de, op de taart. En dan, die avond gaat zo in een waas voorbij, dat je eigenlijk totaal niet bezig bent met... Uh, hoe um, ja, het publiek, dat hoort wel een keer uw naam en zo. En dat geeft u enorm, enorm veel adrenaline. Dus ja, dat moment, ja, de finale rond dan af. En dan weten, je, ja, je oefent daar ook weken op van ja, je moet opkomen omdat die winnaar bekend moet komen. En uiteraard, ja, ik denk dat um, in veel edities dat, dat wel zo een beetje leeft. Van. Um, onderling wordt er zo wel een keer een top 3 besproken. En dan, ja, het moment komt daar van... Je hebt jezelf, je persoonlijke top drie, en dat blijken dat in één keer andere namen te zijn. En dan denk ik, oh, dit gaat hier een verrassende avond worden. Niet dat, dat ik dacht van, oké, okay, ik ga winnen, maar je hoort altijd wel zo'n keer in de wandel hangen van, ja, dan Bart misschien tweede of derde en dit en dat. Maar bij mij was twee en drie waren de andere namen, dus ik dacht van, oké, okay, ik heb voor de gewonnen, ik mag tenminste voor de eerste keer vliegen. Jij, was ook een belevenis. Uh, dus ja, hoe beleefde dat? Dat is echt... Uh... Ja, dat is echt alsof dat, dat de wereld even stilstaat. Dat is, je wordt naar voren geleid, en je krijgt daar dan Lint, uh, je krijgt uh, de drie kussen van de bekende. In mijn geval was dat Zohal Demir. Dat was uh, een heel intens moment, weet ik ook nog. Dat was bijna net geen tongzoen dat, dat, dat ik toen kreeg. Uh, zeker nog een keer uh, opnieuw bekijken, de finale van MGB 2018. <laughs> uh, maar uh, ja, een heel leuk moment. Ja. Dat is, uh, ja, dat is echt zot. Uh. Ja, en plots ben je ook een beetje bekend. Hè, want dat moeten we ook mee eh, zijn geworden. Vandaag, de eerste jaren, was dat misschien net iets minder. Maar mm -hmm. plots ben je ja. overal. Ja, mm -hmm. vanaf dat die pers op, op het podium mag komen. Ja, dat is iets zo overweldigends En, en je ja, krijgt er dan uh, een bol van het VTM-nieuws onder je onder gezicht geduwd. En dan denk je van, wat is dat hier allemaal VRT-nieuws? Uh, ja, foto's, interviews. Uh, ja, ik, vind dat, ik kijk er nog altijd met een heel, heel warm gevoel naar terug. Je, je, je bent anderzijds zo blij dat je dat wint. Dat is echt, ja, hoe cliché dat ook klinkt, de kerst op de taart. Van een, van een, uh, een harde campagne als je daar tenminste hard voor inzet. Uh, ik wou het ook heel graag, maar ik heb ook altijd gezegd van ik denk dat ik toen een beetje te oud was, maar kijk, is dat niet gebleken. Dus, uh, nee. Okay. Nee. Zij waren we zoiets van ik schrijf me in? Waarom vonden we dat nog nodig uh, om zo je steun daar uh, aan te geven? Goh, of om, om, ja. Ik ben het e eigenlijk ook altijd blijven volgen. Ik was ooit op de allereerste editie, het, in de toenmalige Club toen, denk ik nog. In 2013. Nog. Ja, klopt. Um, toen uh, nam er een vriend van ons uh, deel. En ik ben het eigenlijk ook altijd wel een beetje uh, blijven volgen. Tot wanneer dat er ooit uh, een zekere Raf van Puinbroek woonde. En dat is eigenlijk wel ook de verkiezing een beetje echt beginnen groeien. En toen ben ik het eigenlijk ook wel beginnen volgen. Maar zelf, ja, de mensen weten dat ik heb mij heel hard ingezet voor alles wat mij zorg te maken heeft. Um, Vooral de, de, de vrouwelijke collega's op het werk zeiden: Bart, ze zegt iets voor u, je moet dat doen en dit en dat. Mijn werk uh, had ook elk jaar een diversiteitscampagne, waar we dan later in mijn ministerjaar mee samengewerkt hebben. Uh, en boven, uh, bovendien had ik ook uh, ja, het bekende verhaal van een, een oudere persoon, die bleek dat hij, dat hij uh, homo was. En die simpelweg uh, het verhaal van het kadertje niet op het nachtkastje zetten. En Dat bleef zo hangen bij mij. Omdat ik heb uh, een broer die homo is die lesbisch is en ik had ook wel zoiets van kijk ik ga misschien hoogstwaarschijnlijk zelf geen kinderen hebben, wie gaat er voor mij zorgen en ga ik mijn oude dag kunnen beleven zoals dat ik die zelf wil beleven en die zelf kunnen inkleuren zoals dat ik die wil zonder dat ik eigenlijk schaamte moet hebben um, over wie dat ik ben geweest op die leeftijd. Dus ik hoop ooit dat mijn MGB-lint in mijn rusthuiskamer omhoog hangt. Dat ik tegen de jonge harten kan vertellen van kijk, toen, zoveel jaar geleden. Nee, maar gewoon, ik vind het gewoon heel belangrijk dat gewoon iedereen kan blijven zijn, ongeacht op welke leeftijd, hoe oud dat je bent. En ik vond dat een heel mooie campagne. En uh, dat was uiteindelijk de reden. Ja. Uh, ja. Waardoor ik het mee heb ingeschreven. Want je hebt daar eh, dan ook als natuurlijk uh, verder op uitgebouwd, uh, uh, ja. uh, in mijn harmonia, denk ik. Uh. Klopt. En hoe was dat dan om zo effectief. Um ja, je hebt dan die titel, je moet het dan gaan waarmaken. Mm -hmm. je geeft dat een bepaalde druk? Of hoe heb jij dat dan beleefd? Of hoe was het dan als mister om dat dan uiteindelijk te gaan doen? Um, ik denk dat ik gewoon één groot voordeel had. Dat is omdat ik en dat is dat ik zelf werkzaam was binnen die sector. Um, de, de grens om, om echt zo um, in, in, in dialoog te gaan met, met die mensen, dat lag voor mij dicht bij mijn... Gewoon bij mijn privéleven. Snapte Ik werkte daar. Dus ik vond het heel leuk. Um, eerst en vooral dat, dat mijn campagne, dat we, de, dat we die zijn aangaan met Armonia, inderdaad, wat toen mijn werkgever was. Um, dus dat maakte de drempel voor mij eigenlijk veel korter en veel gemakkelijker. Um, maar ja, het was, het was wel spannend, natuurlijk. Ja. Um, het is een verschil tussen echt werkzaam te zijn in de zorg en dan in één keer als mister een hele nationale campagne um, uh, op te zetten. Um, dus ik vond dat ook heel fijn om met je te doen. En ja, de leuke anekdote. Toen de, toen de campagne werd gemaakt, zes uren in de schminkstoel. Je is zo denken van, tegenwoordig van oké, okay, met uh, uh, Photoshop en al kunnen we dat gemakkelijk doen om Bart 50 jaar was, ouder te maken. Maar niets is minder waar. Dus uh, elk levensjaar werd bijgeschminkt en bijgewerkt. En dat was toch wel een intensieve dag, maar wel een heel leuke dag. Ik, ja, ik weet, ik weet dat je heel veel geduld moest hebben om daar uh, te zitten. Ja. En dat dat nog eens en nog eens ja. en aanpassen. En uh, dat je ja. dacht, we gaan dat hier een keer opnemen. En dat we uiteindelijk bijna een hele dag in zo'n studio ja. uh, gezeten hebben. Ja, ik ben echt benieuwd om... Uh om te kijken of het waarheidsgetrouw was om binnen zoveel jaar een keer uh, de foto van toen en uh, het echte resultaat... Maar laat ons hopen dat het nog... Het is nog wel ver is. Je kunt nu ook weer al een paar jaar verder scrollen? Ja, dus, uh... ja, ja, het is... Ja, ja. Naar aanleiding van het gesprek heb ik ook zo uh, gisteravond nog een keer de finale bekeken. En, oh, ja, kijk, maar ik zwart. Het is wat dat is, hè. Dus, uh, ja. Want het is zes jaar geleden. Ja, klopt. Klopt. En als je daar nu... Op terugkijkt, hadden we iets van dat was toen het juiste moment om in te schrijven? Of hadden we zoiets van ik had dat misschien al eerder moeten doen in het begin? Of hebben we nu zoiets als je de verkiezing nu vandaag volgt? Dat je denkt van ja, wat is er niet kleiner op geworden? Er nee, worden heel veel meer dingen geregeld en gedaan. Mm -hmm. Hoe kijk je daarop terug? Zo op het, 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 ja, de geschiedenis van Mr. Ja. K? En de, en de... Oh, ik, ik vond dat de tijd juist was. Ik heb um... Ik heb de verkiezingen vanaf 2016 echt intensief beginnen volgen, editie op editie. Um, dus ik zag Graf dan winnen, Jamie dan winnen. En ik zag ook wat zij bereikten in een, in een misterjaar. En um, toen is bij mij ook echt wel beginnen kriebelen om. Om voor mezelf uit te maken, ik, zeg het, heel veel vrienden, ik heb daar met heel veel vrienden over gebabbeld, de vrouwen vonden dat fantastisch, van ja, je moet dat doen en we komen er allemaal kijken. Ik vond dat de tijd rijp was. Eén, uh, ik was 32 jaar, ik was uh, al wat matuurder en ik vond voor mezelf, de enige twijfel dat ik toen had was van, uh, met alle respect, want hij heeft dat fantastisch goed gedaan, Jamie was 18 ik was 32 toen, daar zit wel een enorme kloof in. Dus ik wist voor mezelf, van, kijk, het is nu of nooit. En misschien dat het nog meer zou doorgewogen hebben, moest ik dan 33 of 34 zijn, dat ik me dan effectief wel te oud zou voelen. Als ik nu kijk naar deze editie, ik vind het fantastisch dat er dan een ouder iemand bij zit. Dus dat, 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 dat mensen daar zich daar nog altijd voelen inzetten en dat ze echt wel voelen. En dat is denk ik ook wel um, uh, het leuke aan, aan Mr. Gay Belgium, dat ze... Weten van kijk zei de 18 jaar, zit je in de 50 jaar. Het is een verkiezing die echt voor elke doelgroep spreekt. Dus ik vind dat heel leuk. En ergens denk ik zoiets van: dan beeld ik me dan in van die zoeken, die willen zich dan inschrijven en die denken van goh ja, ik ben zo oud. Maar die een Bart was toen ook 32 jaar. Dus snapte, je probeert ergens in je hoofd wel een beetje die voorbeeldfunctie van die mensen die op die leeftijd zitten. Of, en die misschien struggelen, van wie ben ik te oud of, of weet ik veel wat. Dus ik vond voor mezelf het goede moment um, om toen deel te nemen. Ja, absoluut. Ja. Een mooie leeftijd, hè? toch? Ja, zeker. Ik vond ook, ja, ik, ik was op een, in een goede fase in mijn leven. Ik, had ook, uh, uh, ja, ik kon doen en laten dat kwam. Ik kon mij volledig uh, voor, voor MGB uh, inzetten. Um, ik vond dat echt een, 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 intensief, een intensief jaar, sorry. Ja. Um, maar ik ben nog altijd heel dankbaar dat ik dat heel, heel goed kon combineren met mijn werk. Ja, ja. Um, dat is ook zoiets dat... Ja, morgens staat je daar nog echt mensen te verplegen en te verzorgen. En ik werkte toen half tijd. En dan ga je naar huis, de vlucht zo'n powernapje. En was het contrast niet groter. Want een paar uur nadien hadden je nu je kostuum, je in je lijntje. En dan denk je van... Ja, een paar uur geleden stond ik daar met die activiteiten bezig. Die dat ik niet allemaal ga benoemen. We gaan het... Uh, we gaan, ik denk dat mensen daar wel een beeld over kunnen vormen. Ja, dus zorg ik ongeveer, Voilà. Uh, à, toe, absoluut. Ja. Dus het was uh, echt zo... Uh, ja, het jaar van grote contrast. En ja. ik vond het echt wel uh, ja, een zot, maar leuk jaar. Ja. Ja. Zeg, welke skills moeten je hebben, denk je, als, als, als mister? Uh, wat zijn dingen die belangrijk zijn, bijvoorbeeld qua, qua karakter of persoonlijkheid? Of, uh, om, om dat goed te doen, om dat tot een goed... Uh... Ik denk de toegankelijkheid naar mensen. Uh, ik denk dat elke mister dat kan beamen. Je komt zo in aanraking met zoveel verschillende mensen. Je, je gaat uh, in gesprek met de man of de vrouw op straat, bij wijze van spreken. Maar je moet even ook wel de link kunnen maken om ja, met een met minister te kunnen babbelen. Want het is, ja, je draait om je thema. En je wilt dan natuurlijk als minister wil je dat thema ook verder groot brengen. Dus het is natuurlijk wel uh, ja, belangrijk dat je ook wel met de juiste bevoegde instanties op een, op, een, op een professionele, goede manier kunt omgaan. Maar anderzijds mag je daar ook, uh, mag, mag ook geen schrik in boezemen om. om uh, ja, ik zeg maar iets op, op Enterprise. Er komt ook in aanraking met gewoon zoveel mensen op straat die, 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 ja, die naar je opkijken, die dat leuk vinden. Ja. Dus ik denk dat de toegankelijkheid en gewoon echt een people lover zijn en uh, spontaan. En ik denk dat ik dat tot op de dag van vandaag nog altijd wel uh, meedraag. Ja. En het goed kunnen uitleggen, hè? dat is ook heel ja, belangrijk. Hè? Misschien dat dat verbeterd is dan een paar jaar geleden, want... Hoe uh, dat... dat... voelde dat voor jou aan, of zo de eerste keer voor uh, veel volk? Ja, like zo de Enterprise, uh, 15.000 man zat daar dan. Ik denk, mijn grote nadeel is, ik moet een beetje zelfzekerder worden op die dingen. Dus ik had altijd... Um, ik begreep het ook nooit. Ik heb dat ook heel veel met jullie gezegd. Als je dan kijkt naar die finale, ik had het gisteren trouwens ook... Um, daar heb ik gewoon... Ja, ik ben daar blijven gaan. En ik had geleefd puur op adrenaline. En, gedoet en je hebt geen tijd om na te denken. Maar als je dan weet van... Ja, oké, okay, uh, het is uh, Ida Hot uh, in mij. Ik weet dat ik daar verschrikkelijk op mijn bek ben gegaan. Omdat ik echt aan het sterven was van de zenuwen. Uh, dus eigenlijk, ik denk dat, dat er gewoon achteraf gaat... Uh, alles zo nog een keer gaan analyseren en gaan, gaan kijken van kijk, waar liep het voor mij mis in, in de veronderstelling van. Ik denk dat ik gewoon uh, niet denken, maar gewoon doen. Uh, niet te veel voorbereiden en eigenlijk gewoon leven van die spontaniteit die je op dat moment hebt. En denk dat ik denk dat daar soms bij mij een beetje de mist in ging. Ik was nogal de nerveuze mister, om het zo te zeggen. Uh, maar ook okay, Ja, dat was heel leuk. Ik ja, bedoel, als jij. Uh, ja, duizenden mensen mochten toespreken op Enterprise en zo. Um, ja, dus dat is een gevoel dat. Ja, dat maakt ook maar één keer mee in je leven, denk ja. ik. Ja. Zijn er nog zo'n momenten dat je denkt van die staan nog echt in mijn geheugen, geheugengegrifte? Dat weet ik nog. Toen was het uh, iets dat ik, dat ik nooit meer ga vergeten. Ik vond de Mias geweldig toen. Ja. Toen uh, waande ik me even uh, Britney Spears, om het uh, nog in die termen te zeggen. Uh, ik vond dat echt geweldig. Je ja. rijdt gewoon met je persoonlijke wagen naar een of andere ontmoetingsplaats voordat ik dan met jou af had gesproken. Uh, en dan, uh, ja, ik was zo een beetje special guest toen. En, uh, met aankondigingen van VRT live met Brahim en, en weet ik nog. En dat stapte in een mega chique bak. En rijdde uiteindelijk maar een blokje rond, uiteindelijk. Want alles goed voor het, uh, voor het beeld natuurlijk. Maar dat is leuk natuurlijk. Dus we zitten wel geteld 30 seconden misschien in in een auto. Maar ja, je komt daar dan toe en uh, er staan daar gillende meisjes en je hoort op die rode loper en een interview. En ik dacht van wat is dat hier? Ik kost toen een, een zestal maanden, denk ik, Mr. G Belgium. En dat is wel een gevoel dat ik nog altijd met mijn vrienden toch wel een keer over durf stoeven Van ja, kijk, dat hebben we toch maar, eh, we toch maar gedaan. Um, ja, en uiteraard ook, ja, jullie, jullie, mijn eerste vliegreis met jullie. Hè? Dus, uh, Je zijn een keer aan de grond gegaan. Ja, hè? ja dat was toen nodig. Ja, dus, uh, <laughs> nee. nee, dat was spannend. Ja, ik weet nog, toen ik, ik fotogeniek kwam op de finale, dat dat het eerste was dat in mijn binnen. Ik zeg van, oh, ik moet nu effectief gaan vliegen. Maar dat was ook in Mallorca zo'n fijne tijd. Wat gaat een beetje vliegenangst toch? Ja, een beetje veel. Ja. Ik weet dat we dachten, die gaat dat, die gaat nog terugdraaien op dat vliegtuig. Dus dat wij of dat we dat. Maar ik had twee fantastische managers genaamd Bram en Raf, en jullie hadden me ingesloten op het vliegtuigpad, weet ik nog heel goed. Uh, ik weet dat, om echt heel eerlijk te zijn, uh, het heeft in mijn kop gespeeld. Uh, maar je weet ook, je kunt dat niet. Ik bedoel, jullie hebben ook jullie werk gestoken in die fotoshoot toen en, en dergelijke, en ik kijk daar echt oprecht ook wel naar uit. Um, maar alweer dat denkpatroon en, en schrik hebben, wat als, wat als de boel hier naar beneden stort. Zo de cli meest cliché dingen. Maar ik weet toen dat ik op het vliegtuig uh, moest stappen, dat jij voor mij liep. En dat ik zo even uh, een aarzeling had, want dan stond eraf achter mij en weg was, de vliegtu was het vliegtuig. Dus, nee, het was echt tof, ja. Ja, ja jullie, hebben, jullie hebben die schrik ook weggenomen, want sindsdien vlieg ik nu al jaar. Dus, uh, dat is keihard. Ja, ja, ja. MGB tot in de lucht, <laughs> dus ja. <laughs> zeg, ja. En dan hadden je daar die fotoshoots. Uh, ik weet nog dat het uh, 30 graden was en dat wij daar op de warmste dag de foto's in kostuum uh, moesten doen. Dat was u dus niet bevallen, hè? Nee. Nee, nee, nee. Dat, dat was bijna echt met vallen toe. Uh, nee. Maar ja, alles voor. Ja, ook, ja, ik denk wel dat ik mij alle keren wel goed kon inzetten voor ja. hetgeen wat er van mij werd verwacht. Mm -hmm. En oké, okay, we gaan er niet flow over doen, dat is niet leuk als je daar in 32 graden in een kostuum met een strikske staat. En iedereen zit naar u te kijken van wat een wacko is dat hier met dat weer. Maar anderzijds, eh, als je daar nu op terugkijkt, ja, dat is. Dat doet zoiets... Dat doe je niet alle dagen, nee. snapte En dat, dat is ook deel van het proces en zo, van, van die fotoshoot. En het hoort erbij. Maar ik vond... Uh, nu achteraf vind ik dat leuk, als je daarop terugkijkt. Ik weet de zweetplekken die door mijn hemd kwamen. En dan onze... Uh, onze visagisten die echt even een top kunnen deed om dat toch maar subtiel onder mijn hemd te steken, bijna echt tegen de grond te gaan, omdat ze sterk eens begint te zien en echt even moet komen in een baard. Ja, nu is dat leuk als je daarop terugkijkt. Ja. Ik heb ook ja. uh, de tijger moeten doen. Oh ja. Fantastisch, hè? De mensen die nu luisteren en die niet mee zijn, wat was er aan de hand? Oh, dat was ik nu echt vergeten. Dank u, Bram, om dat terug in mijn netvlies te branden. Uh, nee, gewoon, bij een fotoshoot, bij MGB, uh, het is altijd uh, hard werken en dat is heel leuk. Maar na verloop van tijd gaat het er iets ludieker aan toe en wordt er gevraagd om bepaalde poses aan te nemen. En ik dacht van, ben ik hier nu voor een of ander blad met nogal expliciete uh, poses aan het poseren of niet, maar uh, ik was het echt vergeten, dank u Bram om dat, terug mee, uh, om dat terug onder de aandacht te brengen ik weet oh. dat wij zeiden, misschien moet we nog een beetje meer, meer kruipen over, en oh. doen een keer rawr. en toen hadden we pas door dat we er eigenlijk... vreselijk ik oh, kwam me nog zo perfecte locatie voor ogen stellen ja oh boy, ja Wat het grappige is, we doen dat sinds op een moment doen we dat zo bij alle ministers die erachter komen. Eerst proberen we dat en als het lukt, is, dan vertellen we altijd het verhaal van: wij hebben we ooit een Bart. Oh, dus alle wisters die achter u gekomen, shit. krijgen dat verhaal te horen van: wij hebben Bart ooit echt letterlijk bijna laten grommen. Ja, leuk. Ja, dus je zei toch: je Moet niet altijd serieus. Nee, 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 maar, nee. nee dat nee, 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 was echt een heel fijne, een heel fijne, een, een heel fijne herinnering. Ja. Uh, all I want for Christmas blijft. In mijn kop gegrift staan als die bewuste zomer in Mallorca. Echt een, een, een auto vol met uh, entourage en, en dergelijke. Ruitjes open en uh, kersthit van ons Mariah door de boksen. Ja, echt geweldig. Ja. Ja. Is er um, een moment dat je ook dacht: van nu is het wel echt uh, veel? Ja, want het er niet flow over doen, het is een volle agenda, het is door de jaren heen alleen maar drukker geworden. Ja. Um, hoe was dat om dat zo te handelen? Want je zit straks al, met mijn job was dat dan... Maar. Ja, ik, ja, zoals ik zei, van, ik had één grote voordeel, dat is dat mijn werkgever enorm mee ging in het verhaal van, van mijn ministerjaar. Dus dat ik daar al, um, um, ja, dat, daar, dat, dat kon ondergaan, want ik kan mij wel voorstellen voor iemand die, die, waarbij de werkgever daar iets minder in mee gaat, dat dat toch wel echt een heel groot gepuzzel is. Dus ik had wel het voordeel van, kijk, oké, okay, ik werk uh, in de voormiddag, ik ga even gaan rusten en daarna doe ik mijn taken als, als MGB. Jullie hebben dat ook altijd fantastisch. Ik kon daar ook altijd bij jullie voor terecht om dat mooi te doen, puzzelen. Uh, dat was al een voordeel. Maar natuurlijk, inderdaad, veel mensen onderschatten dat. Ze zeggen van, ja, een, een jaar als mister, een jaar, oké, okay, dat is niks, maar je moet wel onthouden, je bent ook nog... Finalist daarvoor. Dus uiteindelijk gaat het over een veel langere periode. En als je dan die periode als finalist wil knallen en echt uh, heel veel promo wil maken, dat je weet waarvoor dat je campagne staat en dat je echt uh, klaar zit voor die finale, dat je weet waarover het spreekt, waarover dat je thema gaat, ja, dan komt er wel heel veel bij kijken, want het echte werk begint dan nog maar als je dan wint. Dus ik weet wel, op een bepaald moment is het inderdaad wel uh, heel veel geworden. Uh, en wat ik nog altijd jammer vind, is een Mr. Gay World-situatie. Um, um, waarbij dat effectief het licht uitging. Dus, ja. En dat is iets... Um, want je zei echt gegaan totdat wij naar je hart zei Het is misschien te druk. Ja. ja het was misschien ja, letterlijk het licht dat even uitging. Ja. Um, ja, en dat is zonde, want nu... Oké, okay, kijk, we zijn zes jaar verder. Maar ik kan mij... Perfect nog allerlei voorstellen. Het gaat altijd een wat als verhaal blijven. Hè. Um, bij deze nog altijd een keer credits aan Nick, mijn toenmalige eerste ereheer. Die heeft dat fantastisch goed gedaan. In een week tijd, uh, uw rol in de ja, Ik zie me nog altijd uh, op de MGB-office zitten, crisisberaad. Van kijk, wat gaan we hier doen? Uh, die kostuums, die campagne. Um, ja, dat was een zuur, uiteraard. Maar ik weet nog altijd dat er um, een aantal dagen voordat wij zouden vertrekken. Was er uh, een, een internationaal interview uh, verschenen, waarin dat letterlijk, ik heb dat trouwens nog altijd op, opgeslaan op mijn computer, dat ik uh, ja, bij de topfavorieten was om, om die een titel uh, te winnen. Dus dat is echt internationaal verschenen, dat ik, dat ik niet kon deelnemen en dat er. Uh, dat blijft een zuren, ja. Want uiteraard denkt een keer van, wat als, hè? Ja, um, had hier misschien niet alleen Mr. Gay België maar Mr. Ja, Gay World gezeten. We hebben, we hebben altijd, uh, MGB heeft al heel veel hoge successen behaald met Mr. Gay Europe en dergelijke. Maar stel je maar een keer voor dat dat die in een richting België kwam. Dus dat blijft een beetje een, een zuren. Ja, ja. absoluut. Ja. Maar je hebt haar jaar als Mister perfect gedaan. Uh, ja, het blijft, blijft, ja. Heel, blijft heel leuk. want ja, um, die, Wat ik ook heel leuk vond, is dat een keer dan die nieuwe finalisten erbij komen. Ja, die ze kijken echt naar je op. Hè. Ja, en als je het wat ouder bent, zijn, zijn zo'n beetje de daddy, mister. Um, Nee, dat is, ja, gewoon, ja, dat is een heel fijn gevoel. Ja, uiteindelijk maak je alles nog een keer opnieuw mee. Hè. Want je begint als finalist en dan heb je, als je het geluk hebt om te winnen, doe je die leuke dingen. Maar er komen dan ook nieuwe finalisten. En dan doe je die activiteiten die je ook ooit hebt gedaan. Ik zeg maar iets, campagnevideo inspreken, dat zijn ja... Het zijn sweet memories, hè? want je ziet jezelf daar ooit nog in dat hokje staan, een rimpel minder of meer. Uh, dus uh, ja, dus, dat Zij is heel fijn om dat man nog een keer te ja. Telkens weer. Telkens weer, ja. Ik ken hem nog van buiten. Ja, want klopt. Het is, het is wel leuk dat ook heel veel van die kandidaten, ook ministers al die uh, slogans en die mm -hmm. dingen dat goed, uh, goed uh, hebben onthouden. Ja. Moet ik zeggen, voor mij, als dat zo teruggaat, tien edities, Dan moet ik soms toch denken: wie had nu weer wat? En soms slaag je ja. ook tegen door elkaar als de thema's uh, terugkomen. Dus uh, voor mij is het net iets moeilijker. Uh, ja, om het, uh, ik, ik kan me wel voorstellen voor jullie dat dat toch ook wel een speciaal gevoel moet zijn. Ja. Jullie hebben tien, ja, tien misters gehad, maar ja, ook tien keer die kandidaten. Dus heel veel mensen. En ik denk dat dat wel een leuk gevoel moet geven. Ik was onderweg naar hier aan het denken van voor de brand moet dat toch ook raar zijn als je ja, Kijk naar Jamie de Brieke, 18 jaar. Die doet het nog altijd goed. Hij is heel matuur geworden. Ik denk dat dat toch ook wel uh, een leuk gevoel moet geven. Ja, zien die mensen groeien. Ja, ik uh, ja, kan me dat wel de, voorstellen. Tijdens die wedstrijd. Ik, ik heb u ook zien groeien als, als kandidaat, maar ook zeker als Mister. Mm -hmm. um, nu dat we het daar toch over hebben, wat denk je dat de belangrijke eigenschappen zijn van de Mister? Um, goh, voor de ik, mensen die nu in de wedstrijd zitten bijvoorbeeld. Ik denk inderdaad eerst en vooral weten waarvoor het staat. En dat het voor jezelf al een keer um, begint na te denken van kijk, um, wat wil, wil ik met in een titel doen? Um, je wordt fantastisch ondersteund als mister, maar natuurlijk, eh, ja, niet alles kan voorgekoud worden. Dus je moet echt wel weten, waar staat je voor? Wat, wat, wat met je thema? Um, zoals ik daarnet eerder zei, uh, toegankelijk zijn vind ik echt ook heel goed. Niet denken van oké, okay, ik heb hier de sherpan van Mr. Gay. Uh, ik denk dat dat, ik denk als je down to earth blijft, dat dat alleen maar in je voordeel kan spelen. Buiten uh, heb je misschien mensen die naast de schoenen zouden beginnen lopen, maar uiteindelijk weten van, kijk, het is een jaar en ooit stopt dat. Dus geniet daar echt met volle teugen van. legt heel veel netwerken met mensen. Um, we zijn misschien zes jaar verder, maar ik word constant nog veel aangesproken op, op Mr. Gay Belgium. Nog niet zo lang geleden, twee weken geleden, ga ik simpelweg eens naar een andere kapper... Het is zes jaar geleden en het eerste dat hij een mens vroeg was, zijn hij ook niet Mr. G. Beltime geweest. Ik dacht wel... Dus snap je, het is heel leuk om die, om die herkenbaarheid te blijven behouden. En ik denk dat je dat alleen maar lukt als je echt heel veel ja, out and about bent, hè. Dat je heel veel netwerken doet, dat je, dat je aanwezig zijt, dat je zichtbaar zijt. Dat de mensen weten waarvoor dat je campagne staat. En dat je ook wel gewoon eigen aan jezelf blijft en niet beginnen zweven. Uh, ik denk dat dat voor niks nodig is. Nee. Zijn er dingen die je nu hebt meegenomen in je verdere leven? Um, ga, ik probeer wel heel veel te denken. Um, zoals ik zei, ik was misschien wel wel onzeker. Um, en ik, op het werk hoor ik dat soms ook. Ja, uh, als er een situatie zich aandient uh, waarop, waarop ik dan even weer zo uh, bangebart word, wordt het heel vaak bovengehaald van ja, maar als je ooit Mr. G. Belgium bent geweest en voor de volle zaal kunt spreken, dan had je dat ook kunnen knallen. Dus dat is wel iets dat ik altijd blijf meedra meedragen. Ondanks dat ik uh, nogmaals uh, dat ik soms een paar keer een uh, paar jaar van mijn leven ben verloren aan de stress. Uh, ja, ik probeerde dat wel mee te dragen. En ja, de realiteit is gewoon van kijk, okay, kijk naar die finale en je hebt het toch maar gedaan op die avond. En dat is wel iets dat ik ja, meedraag naar zelfzekerheid. Ik, uh, ja, ik ben ook matuurder geworden, maar uiteindelijk ben ik wel... Ja, ik denk dat ik voor altijd een beetje het Peter Pan-syndroom heb, die jongen die echt nooit groot wil worden. Dus ik vind het gewoon echt leuk om... om ja, ik vind het nog altijd heel leuk om met te kunnen aanpassen aan mensen en ik denk dat die eigenschap die ik toen als mister had, dat ik heel gemakkelijk uh, kon netwerken met mensen, dat dat op, da op de dag van vandaag dat ik dat nog altijd meedraag. Ja. 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 Nu, ondertussen zijn er na u nog uh, misters gekomen mm -hmm. uiteraard. Um, kun je zo als winnaar, meteen als je dan, want je zit er altijd bij tijdens zo'n finale, mm -hmm. al kunnen zeggen van, dat gaat dan worden? Zit je daar vaak op? Dus dat is een soort van... Goh, als ik kijk naar de laatste edities, zat ik er grandioos naast. Um, goh, ja en nee. Um, ja, natuurlijk ja, kan het niet verbloemen. Hè, want ik, ik denk, er vallen nu wel direct een aantal mensen op waarvan dat je weet oké, okay, die gaat dat goed doen. Um, maar dat is misschien ook wel een, een hoopvol signaal naar, naar um, ja, mensen die zich willen inschrijven naar toekomstige... Laat u daar ook niet zot door maken door... In de wandel hangen te horen van oké, okay, Dina gaat dat goed doen en dat is een favoriet of zo. Um, het is echt um, een heel eerlijke verkiezing, vooral. En alles gebeurt op de dag van de finale. Zoals ik zelf daarnet zei, van, ik had zelf ook mijn top drie. En dan een keer dat die bekendmaking komt er. En dan blijken dan in één keer andere mensen te zijn. Je bent zodanig bezig met je eigen. Performance, om het zo te zeggen, en je wilt dat goed doen. Dat je eigenlijk op dat moment, zo heb ik het toch beleefd, ik heb mij niks aangetrokken van, van iemand anders. Ik wist gewoon van: ik wil dat goed doen. Um, ik had heel veel fans in de zaal, heel veel vrienden, familie. En je wilt die vooral ook een heel leuke, unieke avond uh, geven. Maar als je dan als ex-mister daar zijt, ja. Um ja, om op uw vraag te Je weet wie dat goed gaat doen. Maar ik, het is niet zo dat ik altijd ga juist zitten van oké, okay, die gaan winnen of niet. Maar ze belanden dan wel in de top drie, bijvoorbeeld. Ja, ja toch wel. Ja, wel Gelukkig voor werk, die hè. mensen. Want uh, ja, de ereheren hebben nu eenmaal ook een mooie, mooie plaat. Dus het is niet of dat het tweede of derde wordt, dat het ook uh, een, een minder jaar gaat hebben. Ik denk dat, dat, dat jullie dat nu ook wel bewezen hebben met een Tim. Ja. Um, Chapeau, hè. dus uh, ja. Iedere plaat is belangrijk. Ja. Daar wordt iets uh, mee gedaan. En het doet echt heel veel dat je een toffe top drie hebt. Ik spreek uh, ook uit ervaring. Dat doe heel veel als je echt uh, runners-ups hebt. Dus heren die, uh, die je steunen, die je doen herinneren, die er voor je zijn. En uh, ja. ja, dat doe echt heel veel. Ja. Ja. Is er iets dat je vandaag anders zou doen dan zoveel jaren geleden? Um, goh, ik denk dat ik uh, wel. Misschien iets meer zou doseren in de zin van, um, ja, ik weet het zei altijd en dat blijft ook altijd enorm hard hangen in mijn hoofd. Een gezonde geest en een gezond lichaam. Um, ik denk dat, dat ik op een bepaald moment dat dan mij wel wat parten even beginnen spelen. En ik heb daar, om eerlijk te zijn, na naar, naar naar, naar afloop van de verkiezing, soms ook wel een keer wat, ja, een mentale dip gehad. En ik denk dat het oké okay is om daarover. Om, om dat te kunnen uiten tegen bepaalde. En ik weet, jullie waren er ook heel toegankelijk over. Maar het is wel oké okay om ook een keer te kunnen zeggen: van kijk, oké, okay, het is even te veel. Niet dat ik dat op dat moment heb ervaren toen. Um maar ik denk dat ik gewoon zo doseren in de zin van kijk, een perfecte balans tussen echt ja, die gezonde geest en dat gezond lichaam. Misschien nog wat extra mediatraining, dat had ik misschien ook wel anders aangepakt om nog meer vlotter te kunnen babbelen. Maar ja, nee, ja weet je, ik, ik heb het op mijn eigen manier proberen inkleuren. En ik, heb, ik ben nog altijd heel blij dat dat, hoe dat ik dat gedaan heb. En ik kijk daar echt met geweldige herinneringen naartoe. Ge het was tijd van oké, okay, kijk, het is tijd voor de volgende minister. Dat wel, maar ja, het, zo leuke, het is zo'n leuk onderdeel van mijn leven. Ja, ja absoluut. Nu gaan ga alle misters dezelfde vraag stellen. Mm -hmm. Als je nu niet jezelf mocht, kronen uh, tot Mister der misters. Wie van uw voor- of uh, opvolgers uh, zouden dan verkiezen als de mister der Misteren? Mm -hmm. Waarom? Nu, wat ik altijd heel leuk vind is zo degene die de zelf opvolgt. Dus in, in mijn geval was dat Jamie de Bliek. En wat dat ook een heel leuk moment is als mister, is, uh, om uw titel door te geven, dat is dan Matthias. Um, beide heren hebben dat fantastisch gedaan. Maar ik heb het zelf ook al aangehaald. Voor mij is de verkiezing echt. Um, in mijn oog gesprongen, een keer daaraf, begon, um, een keer daaraf Mr. G Belgium uh, werd. Ik vond het ook heel leuk de naamsverandering van Mr. Gay Vlaanderen en Mr. Gay Belgium. Het maakte het veel groter. Um, en ik ben het toen ook echt wel beginnen volgen, om daaraf echt wel heel veel. Naar buiten kwam de Missing Europe-titel. Uh, um, dus alles begon zodanig wat te boomen en dat is uiteindelijk ook wel de reden geweest waarom, allez, we gaan daar niet flauw over doen, maar omdat ik mij heb ingeschreven. Je kijkt dan, ja oké, okay, je het nog wel afwachtend. Je gaat dan een keer kijken, ja oké, okay, Raf geeft een titel door aan, aan Jamie. Die dat eigenlijk ook fantastisch heeft gedaan als, als jongveulen, om het zo te zeggen, even toch ook maar gedaan. Um, maar ja, natuurlijk, ja, als ik om daar een naam op te moeten plakken, ja, toch wel Raf. Ook waar hij nu nog altijd mee bezig is met Trinix en zo, um, blijft de verkiezing ook mee helpen ondersteunen. Jullie zijn nog echt nog altijd een fantastisch duo. Dus ik vind dat gewoon ja, ik vind dat geweldig. Want uh, Raf is ook ooit als. Als, als bleuken begonnen en als je ziet wat hij nu staat. Uh, ja, chapeau. Dat zal ja. het graag horen. Ja, ik denk het ook. Maar, ja. <laughs> Bart, wat mogen wij je nog wensen in de toekomst? Gewoon uh, dat alles goed blijft gaan. Uh, werk privé. Uh, dat ik nog altijd mag blijven komen naar de Mr. G Belgium verkiezingen. Uiteraard, maar dat ben ik sowieso van plan. Uh, en voor de rest, ja, gewoon hoe cliché dat, dat ook klinkt. Gezondheid en weet ik veel nog allemaal wat. Dat is echt wel belangrijk. Een goede vriendenbasis, waar je af en toe uh, je ei kwijt kunt. Um, en dat is het, denk ik, ja. Dat wensen wij u allemaal toe. Dank u wel. Ik wil u super bedanken om hier te zijn. Ik vond het super fijn om hier nog een keer te zijn. En het was zonder zenuwen, mensen. Ja, ik voel het tof. Ja. Ja, stof. Het ja. is heel leuk. Ja. Ja. En ik wil vanuit mezelf, vooral, ook zeggen dat ik heel blij was met u als mister. Ja. En dat ik uh, dat zeker in de categorie zit uh, van de beste jaren die ik ah, daar, uh, dat is lief. in gehad heb. Dat is lief. Um, en na tien jaar, denk ik dat we ook van onze kant nog altijd mogen zeggen hoe dankbaar dat we daarvoor zijn. Ja, Maar dat is zeker wederzijds. Ja. Ik weet dat ik soms echt van in een shot onder mijn gehad nodig had om zelfzeker te staan. Maar uh, je bent echt niks als mister zonder een fantastisch managementteam. En uh, dat heeft echt heel veel gedaan. Heb ik in de tijd op mijn afscheidspeech ook gezegd. Um, en veel mensen gaan zoiets hebben van: ja, je moet dat zeggen. En, maar dat is, echt, dat is echt bullshit. Dat is. Een mister heeft begeleiding nodig en je wordt er zodanig ingerold omdat ik dan zeg van ja, je bent en alles overvalt u, alles komt op u. En ik denk als je dan niet de juiste mensen rondom je heen hebt, dat het echt wel ja, volledig de noorden geraakt. Dus ik, vind, uh, ik vond dat echt fantastisch en daar wil ik jullie bij deze ook nog altijd een keer uh, keihard voor bedanken. Jullie zijn goed bezig, houden zo. Merci Bart. Graag gedaan.